Leuk dat je kijkt naar deze video. Kim gaat het verhaal vertellen. Ik ben vandaag assistent. Dus Kim, ga je gang. Nou, zoals we allemaal weten is Henja te zwaar. En ik ben nu een beetje onderzoek aan het doen hoe we er kunnen laten afvallen. Ja, maar om af te laten vallen. Maar om een doel te hebben moeten we wel weten hoeveel ze nu weegt. Ongeveer een half jaar geleden woog ze 410 kilo. Toen hebben we op de weegschaal gehad. Omdat het gewoon lastig is om dat elke keer te doen, wil ik proberen om te kijken of je het zelf kan meten. Of die methodes een beetje werken. Want ik heb nu twee formules gevonden op internet. Of het werkt, dat weet ik niet. Maar ik heb er twee gevonden. En als die een beetje overeenkomen, dan geloof ik wel dat het ongeveer klopt. Dus we gaan beginnen met het meten. Met een meetlint. En ik heb een rekenmachine, want dat typt fijner dan een telefoon. Wat wij hier gaan doen is Kim volgen natuurlijk met Henja. En dat gaan we ook doen in combinatie met Oerbalans van EcoStyle. Zij hebben een voeder en dat is Oerbalans. En daar zouden alle vitamine en mineralen in zitten die ze nodig hebben. En dat kan je dus je brok mee vervangen. Wat voor Henja natuurlijk op dit moment ideaal zou zijn. Dus ik ga het even eruit halen. Ik heb een hele emmer van gehad. Ja, Veronie vindt het een goed idee. Niet doen! Ik ga het buiten de stal zetten, moment. Dan moet ze natuurlijk even kijken. Daar. Ze is een paard. Nou ja, ze weegt minder dan 600 kilo. Ze weegt 450 kilo ongeveer. Dus ze moet ongeveer verhoogde belasting of normale belasting. Nou, doe maar normaal. Dus ik denk 90 gram ongeveer hebben. Oh, zo, 90 gram. En de maatbeker tot het meetstreepje bevat 70 gram. Dus dan gaan we deze eens even openmaken. Zo. En een maatstreepje zoeken. Nu, als jullie het zien, zie ik het ook. Ik zie geen maatstreepje, maar Veron die heeft niet. Nee, wacht, ga weg. Nee, hop, 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 hop. Veron heeft er in ieder geval heel veel zin in. Zo, dus dan het lasten. Volgens mij vindt ze het lekker. Nou, hoeven we in ieder geval niet aan te vullen met iets. Nou, we gaan aan de slag. Goed, Kim is nu aan het invullen iets. Ik heb geen idee wat, maar dat is ze aan het doen. Ze is nu opgemeten en nu ga je rekenen, toch? Ja. Haar ideale lichaamsgewicht is 388. Dus als haar gewicht nu 410 zou zijn, dan zou ze 338 moeten zijn. En als haar gewicht nu 460 is, dan moet ze 388 zijn. Moet sowieso 72 kilo vanaf. Ongeacht wat ze nu weegt. Ongeacht wat ze nu weegt. Oké. Ik heb dus weer een meetlint. Nou, we zijn natuurlijk alweer 5 maanden verder. Nadat we zijn begonnen met EcoStyle vervoeren. En zoals je kunt zien, is Henja heel erg veranderd in haar vet. En ze heeft minder vet op de buik en overal eigenlijk. En ik ga dus nog een keer meten, want ik heb mijn Bukas meetlint weer gepakt. En als Henja even blijft staan, dan ga ik even meten. Dat betekent dus dat Henja nu ongeveer 430 kilo is. En dat betekent dat ze al 30 kilo is afgevallen. Al eigenlijk een super groot end. En dat in 5 maanden. En we hebben echt alleen maar de voer aangepast. Verder niet de training aangepast of zo. Dus daar zijn we heel blij mee. Je hebt nu kunnen zien dat Henja in 5 maanden tijd 30 kilo is afgevallen. Dus dat is best aardig. Het doel was 70 kilo. Alleen heeft Henja wat problemen gehad met haar benen. Niet heel ernstig, maar ze liep niet helemaal rad. Dus het gevolg daarvan was dat de training niet heel stevig kon zijn. Gelukkig is alles nu wel in orde en kunnen ze er weer flink tegenaan. Dus de laatste 40 kilo, die zullen er vast ook nog wel afgaan. Ze heeft dit dus bereikt door middel van het gebruik van alleen maar EcoStyle en dan de Oerbalans. Dat is wat zij per dag aan brok krijgt, voor de rest alleen ruwvoer. En ze doet het er heel goed op. Ze is fit, ze is gezond, ze is vrolijk, ze is blij, ze kan haar werk goed aan.
Dus het is zeker een aanrader dat op het moment dat jij een te zware pony of paard hebt, om dan te kijken naar hoeveelheid oerbalans dat paard nodig heeft. Daarin zit alles wat je nodig hebt. Aan voedingsstoffen, vitamine, mineralen, de hele rattenplan. En dan kun je dus dat als vervanging gebruiken voor brok. Zo hebben we het in ieder geval bij Henja gedaan. Mocht je twijfelen, raadpleeg dan natuurlijk altijd even een dierenarts. Maar bij Henja is het fantastisch gegaan. En zij blijft in ieder geval op de oerbalans. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken naar deze video. Ik zie je heel graag in een volgende video. Vergeet niet te abonneren. Heb je nog vragen? Kun je ze hieronder kwijt? En dan zal Hilde van EcoStyle zeker nog even kijken en het een en het ander beantwoorden. Wat je ook kan doen is een mailtje sturen naar EcoStyle. Die gegevens zet ik ook hieronder. En dan kunnen ze je ook verder helpen. En anders hebben ze zelfs nog een telefoonnummer. En dat kun je op hun website vinden. Voor nu bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!